200 verschillende kijkers, 1 grote focusdrinkfabriek, tijd voor verstoppertje. 3, 2, 1, open de poort! Hij is open! Daar gaat iedereen! Oh mijn god, kijk iedereen, gaan! Oh, zie ze rennen! Jongens, jullie krijgen 10 minuten de tijd om te verstoppen. Je kan buiten verstoppen, je kan binnen verstoppen. Maar als we je vinden, doe je niet meer mee. Goed, Rick, wij staan hier allebei met ons focusdrinkflesje in ons handen. Ben jij er helemaal klaar voor? Er zijn 200 mensen achter deze poort in de focusdrinkfabriek. Zijn ze gaan verstoppen. En als het goed is, gaat deze poort zo meteen voor ons open. Dan kunnen we doorheen. En dan is het de bedoeling dat we 200 mensen moeten gaan zoeken. Ja, dat is toch niet te doen? Dat is niet te doen. Hoe gaan we dat doen? Nou, ik heb mijn forest fruit flesje. Daarmee ga ik gewoon mensen heel hard op hun hoofd slaan. En dan zijn ze af. Jij hebt als het goed is een tropical flesje. Ja, klopt. Kan slaan. Zeker. De poort kan echt letterlijk elk moment kan die open gaan. Sesam, open nu. Dat werkt helaas niet. Nee, misschien iets anders. Focus drink. Open de poort, want ik ben een bink. Ik denk dat je wel in de buurt zat, denk ik. Ik zat wel in de buurt, want ik... ja, zeg jij nog eens iets. Focus drink, alsjeblieft. Oh, het werkt, Rick. Tijd om erheen te gaan. De poort is open. Als het goed is, gaat de poort ook gelijk weer dicht. En dan is het de tijd om... Laten we samen beginnen. Ja, is goed. Gewoon is heel goed. Eventjes samen beginnen. Kijk, ik ben benieuwd wie de eerste gaat zijn. Dat gaat zo lullig. Wat doen we? Gaan we erachteraan? We pakken hem! Oké, waar ging hij heen? Ik zit in deze. Zie je iemand? Oh, er zit hier een gat. Heb je iemand? Wat is dit? Gaat het ondergrond? Oh, je kan hier gewoon onderdoor. Dan kom je in een andere vrachtwagen. Zitten hier mensen? Is de grote vraag. Hierachter. Wacht, ik ga hier kijken. Ja, ik check die andere, want die heb ik nog niet goed gekeken. Hier is niemand. Hoe hebben we nog niemand gevonden? Het zijn 200 mensen die zou zeggen dat we letterlijk binnen no time iemand vinden. Ik heb iemand! Dat is de eerste! Baby Max, komt ie? Sla hem neer. Ja, ik heb hem. Is hij dood? Nou, hij is dood. Hij leeft niet meer. Arme Baby Max. Oh, ik zie nog iemand! Pak hem, Rick! Hij zit hier onder de vrachtwagen. Ik ga hem pakken. Pakken. Kunnen ze ontsnappen? Ja, er zijn zoveel verstopplekken over. Ja, ik heb er iemand. Ik heb er één. Ik heb er ook één. Ja, die is nog niet. Één. Ik heb er nog één. Ze kwamen uit het niets ineens. Ze komen allemaal op ons af. Dat is makkelijk zoeken. Dat is inderdaad makkelijk zoeken. Oké, wacht. Laten we de vrachtwagens even met rust laten. Ik zie daar iemand. Kijk, daar boven in het water. Ze zitten daar in het water. Ja, ze zitten in de focusdrinkbuizen. Hoe komen ze daar? Wil je de fabriek al in of wil je eerst even buiten doen? Laten we gewoon gelijk even naar binnen gaan. Okay, we gaan gewoon een beetje heen en weer. Laten we eerst deze man even killen. Ja. Hier komen! Hij gaat de painting door, Rick! Ik ga erachteraan! Ja, ik wil de achtervolging! Ah, jij bent dood! Jij bent ook dood! Oh, je ziet ook echt dat ik ze doodsla met forest fruit gewoon. Oké, hier is de kelder. Ik ga de kelder in. Ik heb er twee! Oh, wat is het groot. Mijn god, wat is dit groot! Rick, hoe gaan we hier ooit 200 man vinden? Ja, dit is niet te doen, Max. Kijk! Hallo. Dit vind ik sneu. Hij schudt ook. Nee. Weet je, ik gun hem een tweede kans. Prank! Je bent dood. Je bent ook dood. Heb je mensen? Hoeveel heb je er al? 1, 2. Je hebt er echt. Het is Mario. Mario. Ik heb Mario gevonden. Ik zag mensen die er zit hier nog meer! Ze zitten hier gewoon vast. Sorry jongens. Jullie zitten hier vast. Wat het leuke is, jongens, de winnaar van dit Focus Drink event. Die krijgt gewoon een behoorlijk leuke... Wat is dit? Wat tref ik hier aan, Rick? Waar ben je? Kom even naar de bovenruimte hier. Ik kom eraan. Jongens, het is verstoppertje. Dan gaan ze daar zitten. Kijk, waarom zitten ze hier met zoveel mensen? Hoe gaan we dat... En daar zijn veel mensen. Oké, wacht. Laten we langs... Wedda? Oké, wacht. Ik blijf hier. Maar we gaan even vallen. Het is misschien leuk. Als we naar boven gaan met tweeën, Wedda, ze rennen allemaal tegelijk weg. Kom. We doen het gewoon, weet je. Ik ga via deze kant. Let op, hè. Let op. 3, 2, 1. Daar gaan ze! Daar gaan ze! Kijk, ze rennen! Ik wist het. Ik ga jou pakken. Ik ga jou met de trickshot pakken. Ik wist dat ze dat gingen doen. Dat was zo duidelijk. Gewoon dat ze dan weg gingen rennen. Ik ga het toilet even in hier. Hallo? Ja, ik ga eens proberen te pakken. Is er iemand in het toilet? Nee? Hoe komen ze daar? Oh, via daar. Nee, ze zijn allemaal weg. Ik ben eindelijk boven. En dan zijn ze weg. Hey, de focusbaasje. Dit is je brooi altijd. Ja, pak ze erin. Ik heb je. Ik heb hem. Oké. Ja, dit gaat goed. Dit gaat stabiel, moet ik zeggen. We hebben behoorlijk wat mensen al. Er zijn volgens mij heel wat al dood. Hey, hier loopt iemand. Ja, hier. Pak hem. Heen. Auw, hij slaat mij. Dat is niet eerlijk. Nou, dat is niet lief. Ik wil zeggen, ik wilde je sparen, maar toen sloeg je mij. Hoe kom je daar boven? Ja, dat weet ik dus ook niet. Oh, ik weet dat. Wacht, volg mij. Kom.
Ja, oké. Okay. Als je hier het water in gaat, zo. Ja. En dan volgens mij hierheen gaat zwemmen. Een beetje hierheen. Moeten we wel een stukje zwemmen, maar volgens mij komen we er dan. Ja, nu zwemmen we door de fabriek van Focus Drinken. Oh. Moet je nagaan. Welke smaak zitten we nu in? Volgens mij de original. Oh, hier buiten loopt iemand. Ah, oh, het is dat we er net niet bij kunnen. Maar je kan hier helemaal naar beneden. Ja, 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 het gaat heel ver door. Het gaat echt heel ver door, dit. We hebben echt... Oh, hij is echt de klos! Ja! Wat lullig! Dan kom je ons net tegen ook gewoon. Oké, wacht, ik ga hier erin. Ja, ik ga omhoog. Als het goed is, kom ik dan bij die ruimte van hun uit. Als ik hierheen ga. Oh, ik ben buiten! Ineens. Ja, maar dat vind ik niet leuk. Ik kom weer jouw kant op. Als het goed is bij die ruimte van hun... Oh, hebben ze mijn nametag natuurlijk al gezien. Oh, hier zitten echt veel mensen. Hier zitten echt heel veel mensen, ja. Alleen, ik moet parcouren. Daar heeft niemand zin in om te parcouren. Oh, ik zie het. Er zitten er echt heel veel hier. Ik zit even te kijken hoe ik daar kom. Oh, oké. Okay. Ik ga wel even door, ja? Ja, ga jij maar naar een ander plekje. Ik pak de parcours hier wel. Ja, is goed. Kom ik hier ook nog... Wacht beneden, want ik ga ga ik ze naar boven komen. Dan gaan ze naar beneden springen. Ja, ik wil deze mensen af hebben. Hey, we zitten echt veel moeite zit een doen. Ogre, Max. Hij heeft één oog. Oh, wat irritant, het sprongetje. Oh ja, er zit iemand met één oog voor mij. Max de Oger. Ze gaan nu sowieso naar beneden wachten. Hebben de enige... Ja, daar komen ze weer! Daar komen ze! Ik heb er één! Ik heb er één! Wacht ze op! Daar komen ze weer! Oh, af, nee joh! Af. Wat doet hij? Ja! Daar komt hij! Ik heb hem! Oké, wacht. Ja, jou heb ik ook! Hey. Jou heb ik ook! Hoe komen jullie daar boven nou weer? Dat is via een andere buis! Ze hebben weer een hele andere route. Ik ga gewoon even wachten, sprongen, dan ga ik gewoon Oger Max gaan pakken, Max, nee, je, ja, oké, okay, ja, is goed. En je moet ook hier, oh. Oh, ik ga Oger Max pakken. Ja! Ik heb Oger Max! Dat is goed. Oké, okay, okay. je moet hier ook zo, denk ik. Oké, dan... ik wacht ze beneden op. Ik wacht ze beneden op. Bij de enige uitgang die ze hebben. Oké. Okay. Ja! Oké, daar komen ze, daar komen ze. De enige uitgang die ze hebben. Oh joh, ik werd geslagen. Kom maar jongens, ze komen. Jullie zijn af. Er is geen ontsnapping meer mogelijk. Hebben we ze allemaal? Ja, dit zijn ze. Oké, dan gaan we nu hier weg. Poepkamer dit. Ik ga naar de original smaak. Er is een kamer, jongens, in deze fabriek. En dat is, het is echt een Willy Wonka-kamer, vind ik. Net zoals de Tropical die Rick net al was. Maar ik vind deze kamer vind ik nog cooler. Dit is gewoon de original smaak. Hier... Oh, hier zijn we ook gewoon nog niet geweest. En dat zie je aan de hoeveelheid mensen die hier zijn. Ja, dat heb ik dus ook. Oh. Waar zijn jullie, jongens? Waar zijn jullie verstopt? Zitten jullie onder het glas hier? Je kan namelijk hier onder het glas zitten. Oh, er staat iemand boven me! En wat heeft hij hier geluk, want ik kan hem niet slaan. Oh, jou ga ik wel afmaken. Kom maar. Kom maar hier, jongen. Oké, ik weet dat hier een trephole zat. Ik zie en als mensen zwemmen. Rick, ja. Ik heb hier een gat gemaakt voordat we gingen beginnen. En als mensen hier invielen, dan konden ze er zeg maar niet meer uit. Ja. Er zitten er volgens mij vier in. Echt? 1, 2, 3, 4. Hoppakee, er zaten vier mensen in het gat. Oh, wat zielig. Wat sneu, dan konden ze gewoon niet meer uit. Hey joh. Dat is dood. Hey, vind je dit nou ook zo'n leuke video? Klik dan zeker even op dat duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Wist je dat het helemaal gratis is? Oh, dat wist je al? Waarom ben je dan nog niet geabonneerd? Goed, ik ga weer verder met zoeken. Hey, jij hier komen. Niet rennen. Oké, Rick, zullen we even een korte tussenpauze doen? Kom even naar buiten, naar de fontein. Ja, is goed. Zullen wij iedereen even hier laten verzamelen die nog leeft? Dat is wel leuk. We kunnen even een telling doen. A few moments later. Oké, jongens, we hebben iedereen even verzameld. kijk, er zijn echt nog vet veel mensen. Want als iedereen verzameld, iedereen is onderweg. Oh, kijk deze iedereen skin. Is langzaam onderweg. Max, kijk deze skin. Oh, dit is heel slim. Mensen zijn... Oh, wat zijn mensen slim. Ratio zit er ook nog in. Het zijn er echt nog heel veel. Ja. We hebben echt nog wel iets te doen. We hebben echt nog wel even een goede taak te doen. Kunnen we het onszelf niet iets makkelijker maken? Hoe dan? Een bordertje? Ah, dat we de wereld even wat kleiner maken. Goed, Rick, we hebben hier nu een worldborder. Dat betekent dat de map wat kleiner is geworden en dat mensen niet meer overal kunnen verstoppen. In de loop des tijds gaat deze worldborder telkens wat kleiner worden, waardoor het voor ons weer makkelijker wordt. Dus jullie kunnen weer. Let's go. Ik doe mijn ogen dicht. Rick, ik doe mijn ogen oprecht dicht. Ik kan nu gewoon niet zien waar mensen... Ja, ik kan niet zien waar mensen nu verstoppen. Rick, ik denk dat het wel weer tijd is om te beginnen met zoeken. Ik zie daar in ieder geval boven. Dit zijn de mensen die dood zijn. Dit zijn althans de mensen die nog gebleven zijn die dood zijn. Ik zie daar twee McDonald's-medewerkers. Mag ik één Big Mac? Eén Big Mac, alsjeblieft. Jij ziet daar mensen. Je mag wat mij betreft iemand een tweede kans geven. Ik kies... Oh, ik weet wat. Nou? Ik ga de McDonald's-medewerkers uit elkaar breken. En dan kies ik de pinguïn. De pinguïn? Ja. Pinguïn, meneer, medewerker, McDonald's. Ga, je krijgt een tweede kans. Go, je krijgt een tweede kans. Oh, dat vind ik wel zielig voor de andere McDonald's. Kijk nou, hij is helemaal van slag. Oh, hij is heel verdrietig. Hij is helemaal van slag. Ah, weet je, dan ga ik hem een tweede kans geven.
Nee, dat is sneu. Nou jongens, jullie zijn degene van... In elke eventvideo die ik ooit doe, geef ik altijd één iemand of twee mensen een tweede kans gaan. En jullie hebben geluk. jullie krijgen een tweede kans. Tjoo, heel soms man. Gebeurt dat is voor de leuk. Ik ze rennen allemaal naar beneden, Max. Oh, zijn het er zoveel? Oh, ik had daar moeten staan. Oh, sorry. Dat is mijn fout. Oh, nee. Ik heb er één. Ik heb een blaadje. Ik heb een blaadje. Ja, ik heb er één. Nick achter je. Hij volgt je. Oh, dat zag ik niet. Ja, ik heb hem. Huh? Hoe kunnen ze alweer weg zijn? Ze zijn echt te goed. Het waren er zo snel. Het waren er zoveel. Ik ben weer in een truck, want het leuke is, mensen hebben nu gewoon... de fabriek is bijna net zo groot op het moment als dat die net was. Alleen we gaan langzaam de borden nu telkens kleiner maken. Door er telkens minder verstopplekjes komen voor mensen. Ik denk dat mensen echt in de broek schijten. Ik denk het ook. Oké, de borden wordt kleiner. Oké, ik ga naar de ingang. Mensen gaan dezelfde tactiek doen. Maar shift bij de ingang, oké? Ja, dan verras je ze. Ik ga ze wegjagen, oké? Oké, ja, wacht. Sta je geshift bij de ingang? Nee, nog niet. Ja, ik ben er. Oké, top. Oké, shift bij de ingang. Bij de ingang van het pand zelf? Ja, van het pand zelf. Oké, ik sta binnen aan die kant. Ik sta echt recht naast de deur. Ik heb zin in de smiezen. Oh, er staat er één. Er komt er één aan. En daar heb ik je! Ja! Oké, goed zo. Blijf daar. Ja. Je staat geshift. Ik ga mensen allemaal naar binnen jagen. Waar is die ingang trouwens? Of die kan je de trucks op? Via de meest rechte truck kan je daar de bomen op springen. Komt-ie. Ik ga nu jagen. Ik ga weer jagen. En komt-ie. Ja, ik zie hem. Komt-ie. Hallo! Wat een goede tactiek. Oh, daar ben ik echt heel blij mee. Er staat ook nog eentje onder de truck volgens mij. Daar bij jou. Oh ja, goeie. Ik ga weer jouw kant op jagen. Komt-ie weer. Ja, hij gaat nu naar binnen. Ja, daar komt eraan. Ja, hij heeft geen idee. Hij denkt dat hij slim is, maar wat hij niet weet, is dat in 3 seconden Rick voor zijn neus staat. Oh, doet hij dat slim? Nou, nu heb ik alsnog. Ja, hij was best slim, ja. Daarboven staan ook allemaal mensen. Ik ga dat parcoursje wel even doen. Kan je even naar de blauwe kamer komen? Ja, ik zie gelijk nog even iemand. Want er zijn echt, ik ga ze nu tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mensen hier. Oké, Rick. Original, toch? Ja. Kom je nu weer naar beneden. Kom je naar beneden. Zie je ze? Ja, ik kom eraan. Ja. Ik denk dat je op die brug moet staan hier. Ja. Ga ik doen. Oké, dat is het beste. Oké, komt-ie. Wel goed. Nee, beneden. Daar beneden. Oh. Want ze gaan ontsnappen, snap je? Oké, ja. Ze kunnen 100% allemaal naar beneden springen. Daar komen ze. Waar komen ze nu? Ik hoop dat ze nu naar beneden gaan springen. Nee, ze staan er. Dat is één. Ja, eentje gaat. Maar er zit hier gewoon een uitgang waar ze kunnen springen. Oh, Max, dit gaat helemaal fout. Daar komen ze. Heb je ze een beetje? Nog, nee, ja, gaat op. Oh, heb je er geen één? Ik heb er één. Hoe heb je er maar één? Er zijn er zoveel ontsnapt. Er waren 12 mensen hier. Ik ga naar de toiletten kijken. Er is niemand hier in het toilet. Oh, hierboven zat iemand in het toilet. Ik heb hem met de forest fruit kapot geslagen. Abba. Even naar de andere toiletten hier. Even kijken of hier iemand zit. Nee, er zat niemand op het toilet. Ook geen schrik. Ik zit nu weer in een soort geheime kamer die ik nog helemaal niet heb gezien. Oh, hier is iemand. Ah, ik heb hem. Had jij trouwens de deur bij Shrek dicht gedaan? Ja. Dan kon hij er niet eens uit, besef ik me nu. Want mensen kunnen geen deuren openen. Oh, echt? Dus hij zat opgesloten. Oh, nu vind ik het wel denk ik heel zielig. Sorry. Misschien wilde hij wel weg. Oh, sorry. Oh, hier zaten er twee. De McDonald's medewerkers, nee! Allebei. Ik heb ze allebei weer, de McDonald's medewerkers. Wat zielig. Oh. Hey, wil jij nou ook je eigen Minecraft server hebben? Ga dan zeker even naar het linkje van Kaas Hosting in de beschrijving en ontvang 15% korting op jouw nieuwe Minecraft server. Goed, dan ga ik nog een paar rondjes redden door deze Focus Ring fabriek en kijken of ik nog wat mensen kan vinden. De border krimpt wederom. Ik ga buiten even kijken, want mensen moeten nu... Zometeen kunnen mensen niet meer naar binnen, dus daar moeten ze voor oppassen. Oh, de border is wel echt heel klein. Ja. Oké, de focusdrink trucks zijn officieel niet meer beschikbaar. Heb je al aan de rechterzijkant helemaal bekeken, of dat niet? Ja, die is nu ook volgens mij dicht. Kijk, hierboven zitten al heel veel dode mensen weer. Oh. Ah, de McDonald's medewerkers, kijk ze staan. Oh, de border is hier! Een stuk kleiner dan ik had verwacht. Oké, ik denk oprecht dat buiten niemand meer is. Nee, dat denk ik ook niet. Volgens mij is buiten helemaal leeg gewoon. Is er niemand meer buiten. Ik heb er één. Ik denk dat iedereen in de focusdrinkfabriek op het moment is. Ja, ik denk het ook. Ik zat in dat doolhof en er zat in één keer iemand. Oké, als we nog 2 mensen hebben, dan gaan we iedereen weer even naar buiten verzamelen. Ik ben wel benieuwd hoeveel er nog zijn. Ja, je rent in de fabriek, bij de gift shop. Sinterklaas, hier is Sinterklaas. Ik sta hier op te wachten. Oké, nog één iemand en dan verzamelen even mensen. Ik ga het water wel in. Ja, ik ga hier nog wel even omhoog kijken. De blauwe kamer is ook gewoon compleet eigenlijk niet meer beschikbaar. Nee? Oh, 2! Het is 2 mensen zelfs! Oh, oké. Rick, laten we iedereen buiten verzamelen. Ik heb 2 mensen. In het einde hebben we 3 nieuwe mensen gevonden. Ja.
Maar ik heb de laatste gevonden die ik weer wilde vinden. En okay, nu ga ik zoekend, ga ik langzaam naar de dinges toe lopen. Dus als ik nog iemand tegenkom, dan heeft hij wel pech. Ik zal een beetje nog zoeken, maar laten we iedereen weer verzamelen buiten. Ja, vind ik een goeie. Goed, Rick, er zijn nog 7 mensen die leven van de 200. We hebben er echt heel veel vermoord inmiddels. Wie denk jij van deze die hier gaat winnen? Zodra er nog 3 over zijn, dan gaan we even in call met ze. Dan wil ik ze even bellen, zodra er nog 3 zijn. Ja, vind ik een goeie. Maar wie van deze 3 denken jullie, denk jij dat gaat winnen? Ik ga voor... Wat is dit? Is dit Elmo? Kermit. Nee, dit is Kermit. Oh, Kermit. Sorry, Kermit bedoel ik. Ja, Elmo is die rooie. Elmo is die rooie. Elmo! Dat is die rooie. Wait, ik denk dat Kermit hier wint. Ik ga voor Kermit. Ik denk... Oh, is hij poep aan het eten? Ja, ik denk de poep etende baby, denk ik. Poep etende baby? Ja, die gaat sowieso winnen. Oh, oké. Okay. Nou, jongens, jullie mogen weer. Go! Ga maar. Go! Maar kijk hier naar beneden, Rick. Zo. Ja. Geef ze weer even 2 minuutjes of zo. Ja, wat een mooie. Er zijn er nog maar 7 over. En nu gaan we tellen. Nu gaan we tellen tot we er nog maar 3 over hebben. Dus we gaan er 4 doodmaken, oké? Okay? 4 gaan we zijn er af zometeen. Ja. Oké. Okay. Stel, ik kom poep eten de baby tegen. Mag ik hem laten leven? Nee. Okay. Maakt niet uit wie je vindt. Je moet bij iedereen evenveel je best doen. Oké. Poep eten de baby. A few moments later. Oké, Rick, ik denk dat het wel weer tijd is, hè? Ja, ik denk het eigenlijk mensen ook wel. Mensen hebben genoeg tijd gehad. Ik ga gelijk buiten checken, want ik gok dat mensen misschien denken van... Oh, ze gaan sowieso niet buiten kijken, weet je? Dat vind ik een hele goeie. Want buiten is ook niet meer zoveel. Kijk, het is heel klein binnen ons buiten. Ik moet eerlijk zeggen, de skins die ik net zag, heb ik dus ook echt gewoon nog nooit eerder gezien. Nee, die hebben echt goeie. Sommigen hebben echt waarschijnlijk een plek dat we ze gewoon niet eerder hebben gevonden. Ja, zoals poep etende baby. Nog nooit gezien. Ik heb poep etende baby ook nog niet eerder gezien. En Kermit / Elmo. Ik weet dat het Kermit is, maar... Ja. En die heb ik ook nog niet gezien. Terwijl je zou denken... Oh, panda! 1! Ja! Wie heb je? De panda. Ik had de panda. Ah, oh, arme panda. Oké, dan hebben we er 1. We moeten er 4 afmaken. Ik zie iemand. Wie is het? Het is... Lommy. Het was... Wie was het? Ja, met de enigste man, laat maar zeggen. Gewoon een man. Oh, niet poepetende baby. Nee, poepetende baby is het niet. Ik zit vast. Of niet? Oh nee, je kan hier wel uit. Dat is niet poepetende baby. Wat dan? Als hij wint, dan wint hij gewoon een Focus Drink event. Heeft hij? Zo. Poepetende baby heeft een Focus Drink event gewonnen dan. Dat zou ik echt vet vinden. Ik hoop echt dat hij wint. Nee. Oh. Wie heb je? Ik heb... ik had die soort muis. Oh, hé, maar dat is nog maar 1 iemand, toch? Nog eentje. Nog eentje en dan zijn er nog maar 3 over. Ik gok de steen. Er is 1 iemand die heeft een skin die is helemaal van steen. Ik heb het gevoel dat iemand daar in het hoekje zit. Ja! Wie is dit? Oh! Het was volgens mij... Het was niet Elmo babypoepen. Wat is het, poepbaby? Nee. Oh mijn god, oké. We hebben nog steenblokje, Kermit en babypoepetende baby. Poepetende baby. Laten we naar buiten gaan. Laten we ze even samelen en dan gaan we ze even bellen. Goed, Rick, we staan hier met de 3 finalisten. We hebben hier Kermit de kikker, die ik per ongeluk Elmo noemde. Ja. We hebben Steenman en we hebben Poepetende baby. dat zijn jullie bijnamen overigens. Jullie zijn alle 3. Zijn jullie sowieso, gaan jullie weg met de prijs. Dat weten jullie toch? Derde prijs, die krijgt een 12-pack focusdrink smaak naar keuze. De tweede plek, die krijgt een 24-pack focusdrink smaak naar keuze. En de eerste, en de thermofles krijgt de tweede. En de eerste pack, of plek, die krijgt een 12-pack van elke smaak. Die krijgt een t-shirt van Focus Drink. Die krijgt een hoodie van Focus Drink. En een thermofles. Vinden jullie dat? Dus je krijgt sowieso dus iets. Of je nou derde wordt of niet, je krijgt sowieso iets opgestuurd gewoon. Wie denkt... Ja, jij dat gaat winnen, Rick. Jij was een poep etende baby, toch? Ik ben een poep etende baby, sowieso. Ja, ik zei net Kermit. Alleen, dat was toen er nog meer waren. Alleen, dat vind ik nu zielig voor Steen, meneer. Hoe heet je Steen, meneer? O-Minertje. O-Minertje ben jij. Weet je, dan mag jij naar voren stappen. Mag jij een kleine speech geven, omdat wij eigenlijk al ingezet hadden op anderen. En niemand op jou. Dat vind ik het zielig voor. Dus nu mag jij speech geven even. Als ik eerste of tweede word... Ja. Hoef ik eigenlijk de focusdrink niet? Ik drink niet. Nou, misschien om te proeven. Ik heb het nooit geproefd. Oh, nou misschien vind je het wel heel lekker. Dat is toch leuk? Dat is toch best leuk? Willen jullie nog wat zeggen, jongens? Was het eigenlijk geen eens. Poepetende baby, heb jij nog iets? Eigenlijk wel. Oh, poepetende baby, heb jij iets te zeggen? Ja, die was het ermee eens. Oh, dat was jij. Oh, sorry. Sorry. Nou, jongens, ga maar verstoppen. We geven jullie weer even een minuutje of 2 of zo. De border zal zometeen nog een keer krimpen, dus pas op als ik meld het. Maar als je dan te laat bent, dan kan je doodgaan, dat weten jullie, hè? Als je buiten de border komt. Ben je er klaar voor, Rick? Ik ben er klaar voor. De laatste 3. Jij bent voor poepetende baby. Voor de Kermit de kikker. En meneer Steenman, als hij wint, verdient hij het wel. Want dan heeft hij gewoon zonder support heeft hij gewonnen. Hoe leuk is dat? Ja, dat zou goed zijn. Kant op, okay? Ja, ik ga de andere kant wel op. Ik gok wel dat Steenmeneer een beetje in een steenachtige gebied zit. Ja, dat denk ik dus ook.
Want ja, ik ga, het is niet alsof ik nu specifiek voor hem ga zoeken, maar... Ook weer wel. Ook weer wel. Ja, maar ik ben ook wel weer voor hem. Ik gun het hem wel. Ik gun het hem wel. Ja, dat wel. Maar ik toch wil ik poep eten steen, meneer. Nee, ik gun het steen etende baby, moet ik zeggen. Ik gun het steen meneer ook wel echt heel erg. Hij verdient ook wel de winst. Oh, ik hoor iemand. Oh, ik heb Kermit! Nee! Kermit! Ik heb Kermit. Oké, waar ben je, Rick? Dan ga ik je helpen. Ja, ik ben... Wacht, ja, welke ruimte? Oh, poep etende baby! Wacht, ik zie hem! Welke ruimte? Ja, pak hem! Dan wint steen meneer! Heeft steen meneer nou gewonnen? Steen meneer heeft officieel steen meneer gewonnen. Steen meneer heeft gewonnen. Het is ongelooflijk. Dat meen je niet. Precies hetgeen die wij niet hadden gedacht. Steen meneer heeft gewonnen. Oké, okay, maar dan moeten we even aan hem vragen waar nou precies zijn plek is. Ja, dat is wel even de bedoeling, ja. Steen meneer, waar ben je? Je kan naar... Wacht, nee, wacht, waar ben je? Ik wil weten waar je zit. We willen echt weten waar... We vonden het heel moeilijk om jou te vinden. Dan komen we naar jou toe. Hier. Waar is hier? Ga als je bij de ingang van de Focusring fabriek komt, naar links. Ja. Naar links, oké. Okay. Ik was hier. Oh nee joh, hij staat daar boven. Waar? Ik wist dat hij in deze... Hey. Ik zei het nog, 100% in deze ruimte. Goed jongens, de winnaars zijn bekend. Eiken, de Kermit de Kikker, je bent derde geworden. Billy, de poepetende baby, je bent op plek 2 geëindigd. En Steen meneer, die de support had van niemand. Niemand wist de dag dat jij ging winnen, maar je hebt toch gewonnen. Dat maakt het wel een heel sterk verhaal. Je mag in één woord... Mag je jouw victorie, jouw overwinning mag je beschrijven in één woord? Abonneer. Abonneer. Dat vind ik een hele leuke. Jongens, we gaan de prijs dan naar jullie opsturen. Gefeliciteerd. Jongens, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker even niet te abonneren. De prijzen worden opgestuurd naar de winnaars. Vond je nou zo'n leuke video? Kijk dan even lekker deze video. Dit is namelijk ook een video in deze Focus Drinkfabriek. Alleen hier was een mysterieus, raar, apart verhaal. Zeker even aanraden om te kijken. En dan nu spreek ik laatst glaasje water, telt 4 flessen bier. Tot de volgende keer. Mam, 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 wow!